Ja, we hebben een vol huis, 6 fractieleiders. Dat is aan de kant van de meerderheid. Matthias Diependalen voor N-VA, Koen van den Heuvel voor CD&V, Bart Tonnelijn voor Open VLD. Tom van Grieken, u vervangt de fractieleider die in het buitenland zit voor Vlaams Belang. Björn Joska voor Groen en John Krombé voor SPA. Van Grieken, het is evenwichtig. Ja, dat klopt. En ik stel vast dat dat bijna een fetisj is geworden voor deze Vlaamse regering. Die begroting is evenwichtig. Ja, maar laten we een kat een kat noemen. Die is evenwichtig omdat enkele aannemers te laat hun factuur naar Bourgeois hadden opgestuurd. Het gaat dan over scholenbouw, voor alle duidelijkheid, die wat trager loopt. Hè? En als ik dan toch nog even mag, er was erg de vraag of de begroting in evenwicht is of niet. Wordt het leven voor de gewone Vlaming duurder na deze voorstel van de Vlaamse regering? En dan moeten we eerlijk zijn. Ja, het leven wordt duurder. Maar je kan een euro ook maar één keer uitgeven. Ja, maar de Vlaamse regering mag misschien zijn begroting in evenwicht hebben, maar ik vrees met deze voorstellen dat er veel Vlaamse gezinnen hun eigen begroting, hun eigen rekening op het einde van het jaar niet meer in evenwicht zal zijn. En dat vind ik alvast een gemiste kans. Meneer Tomlijn? Wat voor ons belangrijk is, dat een begroting in evenwicht belangrijk is, omdat als we in de problemen komen en als we de schulden blijven opstapelen, dat daarvan de zwakkeren in de samenleving de eerste slachtoffers zullen zijn. Dat hebben we, waar zou Vlaams Belang bespaard hebben? Ik hoor hier in heel het debat, ook in de plenaire en in alle media, televisiestudio's, hoor ik altijd maar het debat waarop ze moeten besparen. Maar de vraag is veel belangrijker waarom we moeten besparen. Waarom moeten wij in 2015... Ja, maar zeg toch maar waar u zou bespaard hebben. 1,2 miljard in 2015. Ja. 1,6 miljard in 2016, maar wij geven als Vlaanderen het tienvoud aan Wallonië met de transfers. Daar hoor ik niemand iets over zeggen. Alle vorige, we hebben 33% fiscale autonomie nu. Wij kunnen zelf beslissen wat we doen. Alle vorige Vlaamse regeringen hadden op zijn minst nog de eerlijke schaamte om dat te vermelden in hun regeerakkoord. Ja. Nu, met Bourgeois als minister-president, geen letter staat. Meneer Van Grieken, ik ga me liever bezig met de braadkip in mijn handen dan te kijken naar de vogels in de lucht. We weten hoe dat de situatie vandaag is. Het is een beetje plat. Wat wij vandaag doen met de Vlaamse begroting is goed voor Vlaanderen, is goed voor elke Vlaming. Dat is allemaal het perspectief, het positieve verhaal van die regering. Qua onderwijs hebben we toch nood aan een reality check. Altijd naar het buitenland waren we heel trots en terecht trots op het onderwijssysteem. Maar als we vandaag kijken, moeten ouders nog steeds kamperen voor schoolpoorten? Is er te weinig budget voor klaslokalen te renoveren? En als je kind nog naar de hogeschool of universiteit wilt sturen, moet je heel diep in je zakken. Maar daar wordt aan gewerkt. Ja, maar ik zou er nog veel aan. Ik zou nooit van zijn, wij als Vlaams Belang zouden nooit op onderwijs besparen. Integendeel. En er zijn nog andere heilige huisjes die deze Vlaamse regering niet durft aanpakken. Heilige huisjes die trouwens in veel betere staat zijn dan sommige klaslokalen in Vlaanderen. Ik zeg maar bijvoorbeeld iets, de inburgering en integratie-industrie. Er is helemaal niets. We vragen aan mijn bomma om te gaan betalen voor het busticket, maar voor gelukszoekers die hier komen, kunnen gratis cursussen volgen, gratis examens. Hoeveel zou dat opbrengen? Ja, het is natuurlijk het gehele plaatje. Natuurlijk. Je kunt ons niet kwalijk nemen als Vlaamse socialisten dat wij vinden dat wij als Vlaanderen op een Belgische Titanic zitten en dat we nu worden uitgenodigd om te applaudisseren voor de muziek van de kist onder leiding van Bourgeois. Ja, maar ik ben het er dus niet mee eens. Met die inburgering alleen ga je niet ver lopen om te beginnen.